Welkom weer bij een nieuwe tutorial van Made by Siem. Ik heb een oorwarmer, haarband, hoe je hem ook wil noemen, gemaakt. Gemaakt van iSharns. De Wool Bulky Glitch. Het is een dikke garen, dikkere haaknaald. Lekker snel klaar project. Super leuk om te doen. Er zit een beetje een glittertje in. Ik weet niet of je dat kan zien. Ik denk dat je het misschien op beeld beter ziet als dat ik nu in mijn camera zie. Ja. Het is me gemaakt met de Suzette steek. En dan niet de Suzette steek in het rond, maar de gewone Suzette steek. En ik zag al dat iemand bij mij op de groep inmiddels ook al dezelfde variant op deze manier gemaakt heeft. Toen zei ik tegen haar van ja, dan ga ik misschien dit tutorial niet doen. Toen zei ze van gewoon doen. Dus bij deze gewoon gedaan. Ik vertel ook aan het einde dat het idee van die knoop op deze manier, zeg maar, die hiervoor zit, is niet mijn idee. Ik heb het eerder gezien, al een hele tijd geleden, ergens in een YouTube filmpje. En onlangs zag ik hem nog een keer voorbij komen. En ik vond hem echt zo super gaaf. Dat ik dacht, die ga ik gebruiken. Ik weet niet meer bij wie ik het origineel gezien heb. Dus die naam kan ik helaas niet noemen. Maar er zijn meerdere mensen die hem gemaakt hebben. Maar er waren nog geen Nederlandstalige filmpjes die ik kon vinden. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga hem in het Nederlands maken. Overigens heb ik wel een compleet andere steek gebruikt. Volgens mij vertel ik dit ook allemaal aan het einde van de video. Maar goed, dat moet je me dan maar even vergeven. Wil jij ook hetzelfde garen bij iSharns? Heel graag naar beneden in de beschrijving van de video. Daar vind je de link. En als je mijn link gebruikt, dan help je mij ook weer een beetje aan sponsoring. Dus dat zou ik super fijn vinden. Ik zou zeggen, geniet van de video. Heel veel plezier ermee. En tot zo. In deze tutorial ga ik gebruik maken van iSharns Wool Bulky Glitch. Het is een 25% wol blend met 72% premium acryl en 3% metallic lurex. 100 gram, 120 meter op een bol. Er staat breinaald 6 mm en het is een bulky number 5, dus een nummer 5 garen. Dat betekent gewoon dat het een iets dikker garen is. Nee, een stukje dikker. Dan waar ik normaal gesproken meestal mee werk. Maar ik vind het wel super lekker. Het is een garen dat lekker snel werkt. De kleur is, even spieken, grey silver. Dus zilvergrijs. Ik vind hem super, super nice. Voelt eigenlijk ook lekker aan. En ja, je voelt het glittertje wel. Maar ik schijk hem even langs mijn wang. Ja, dit kan je rustig in je gezicht en om je gezicht dragen. Tenminste, ik. Ik heb daar geen last van. De zijgaren zat ik denk van, zou ik niet doen. Maar bij deze, die ga ik zeker zelf dragen. Ik ga hem ook lekker voor mezelf maken. Dat is een keer wat anders. 10 mm haaknaald. Die ga ik gebruiken. Een schaartje en een stopnaald om de draadjes weg te werken. Misschien, maar dat weet ik allemaal nog niet zeker, ga ik er nog een knoopje op maken. Dit is een knoopje dat ik heb laten maken. Enjoy More Made by Siem. En alle andere frutsels die ik misschien nog ga toevoegen. Ik weet het nog niet. Voorlopig ga ik dit gebruiken. Ja. Je begint met een lus op de haaknaald. Ik laat een iets langer draadje over. Makkelijker met wegnaaien. Zo. Je begint nu met een veelvoud van 2. Voor de lengte die je nodig hebt. Je lengte die je nodig hebt is de omtrek van het hoofd voor degene van wie het is. En dan ben ik nog wat vergeten, want je hebt namelijk ook nog een centimeter nodig. Wel zo handig. Of meet het om het hoofd. Zorg ervoor dat wanneer je de een maakt, dat die niet te ruim is. Want als je hem te ruim maakt, dan zakt die af. En dat wil je niet. En te strak,
Nou, dat wil je ook niet. Dus het moet echt gewoon passen. Dus een losse ketting in een veelvoud van 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Zou die lang genoeg zijn? Nee, dat denk ik niet. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Even passen. 40. Nou, hij past wel. Maar nog niet, dat denk ik nou. Dat zit lekker. 41, 42. Nog een keertje passen. 43, 44. Nog een keertje passen. Want er komt straks nog een draai in. Dus misschien dat het wel beter is om hem niet te los te doen. Maar ja, ik ga het op 44 houden. Dan begin je in de tweede losse vanaf de haaknaald. Even opschrijven 44, want anders ga ik het zo in mijn Engelse versie verkeerd doen. 1. In de tweede losse vanaf de haaknaald. De lus op de haaknaald telt nooit mee. Dus we tellen 1, 2. Daarin maak je een vaste. En een stokje. In de volgende steek doen we lekker niks. Die slaan we over. In de steek daarop een vaste. En een stokje. De volgende steek slaan we over. En de daarop volgende steek een vaste. En een stokje. En zo ga je door totdat je nog 2 steken over hebt. En dan kom ik bij je terug. En dan vertel ik je hoe we verder gaan. Twee steken over. Ik sla er eentje over. En in de laatste steek alleen een vaste. Dus daarin doen we niet nog een keertje een stokje. 1 losse. Je draait je werk. En in diezelfde steek hier, daar maak je een vaste. En een stokje. En in principe is het nu precies hetzelfde als bij de vorige toer. Alleen toen sloegen we een losse over. Nu slaan we de volgende steek over. En de volgende steek, dat is eigenlijk het stokje van de vorige toer. En dan is dit dus het stokje. En dan is dit de vaste van de vorige toer. En dat is elke keer de steek waar we in gaan werken. Dus 1 overslaan. In de vaste. Een vaste. En een stokje. 1 overslaan. En in die lage steek. Hè, want je ziet dat die wat lager loopt. Dat is de vaste van de vorige toer. Daar maken we weer een vaste. En een stokje. Volgende steek slaan we over. En in de volgende een vaste. En een stokje. En zo ga je weer door totdat je aan het eind bent. En dit is overigens ook de herhalingstoer. Ja?
Dus totdat je weer bijna bij het eind bent en dan kom ik weer terug. Laatste twee steken hier en hier aan de zijkant hier zo zit je laatste vaste. Daar steek je in en daar maak je alleen een vaste. En dan is je toer nummer 2 ook klaar. Toer nummer 3. 1 losse, je draait je werk. Misschien is dit het mooie moment eigenlijk om nog even te passen. Dat ga ik ook even doen. Ja, hij zit bij mij wat aan de losse kant, maar dat is niet zo heel erg, want ik ga hem straks nog aan elkaar maken. En daardoor komt hij toch iets strakker te zitten. Zo. Ik had dus een losse gedaan. En in die eerste steek, ik kom weg, in die eerste steek een vaste. En in de volgende, sorry, in dezelfde steek, niet de volgende, in dezelfde steek een stokje. De volgende slaan we weer over. En de daaropvolgende een vaste en een stokje. En dit is alles. Het is alles. Meer hoef je niet te doen. Elke keer deze toer of de vorige toer blijven herhalen. Hou er rekening mee dat je elke keer in de vaste van de toer ervoor werkt. En zo ga je door. Ik weet nog niet precies hoeveel toeren ik doe. Maar dat ga ik je zo laten weten. Vind je het nou lastig om te zien hoeveel toeren er zijn? Pak dan een stukje papier en turf je toeren. Weet je, misschien dat je dat makkelijker vindt. Of misschien heb je een mooie digitale toerenteller. Ik kom straks weer terug en dan ga ik jou vertellen hoeveel toeren ik gedaan heb. Dus geniet en tot zo! En in de laatste steek een vaste. Daar ga ik even toeren tellen. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Mijn begindraad zit aan deze kant. En ook mijn einddraad behoort aan deze kant te zitten. Dan heb je hier... de voorkant, maar ook hier eindig je met die voorkant. Dus zorg ervoor naar het aantal toeren dat jij doet dat het een oneven getal is. Oneven getal 1, 3, 5, 7. Het is in ieder geval niet deelbaar door 2. Ik heb ervoor gekozen om 9 toeren te doen. En dan is mijn versie is 11 centimeter breed. Zo ook de lengte nog even is 57 centimeter. Oké, dan doe je nog 1 losse en dan knip je je draad af. Maar zorg ervoor dat je een lange draad hebt, want we gaan dit gebruiken om weg te naaien. Ja? Oké. Met draad afgeknipt met een lang stuk, zodat het lekker kan wegnaaien. Wat je dan gaat doen, is de goede kant naar je toe. Dus de kant waar de draadjes die kant op liggen. Dit is de goede kant. Dan pak je deze kant en die kant en die breng je naar elkaar toe. Hier heb je dan bovenin die draad om weg te naaien. Je pakt deze kant op en die klap je zo dubbel. Ja, dus die vouw je, dit is aan de buitenkant, dit is de binnenkant en die vouw je hier zo naar elkaar toe. Dat doe je bij de andere kant ook. Die vouw je gewoon ook zo dubbel naar elkaar toe. Ja, dan steek je die helften in elkaar. Dus deze kant doe je open en dan steek je die kant doorheen. Zo, daarin, die vouw je erin. En dan die kant vouw je die kant overheen. En dan krijg je dit. Beetje goed fatsoeneren dat het goed zit. Dat netjes die zijkanten bij elkaar lopen. Dit moet je hebben. Ja? Dus ik leg het even weer terug. Dan
doe ik mijn naald door de draad. Andersom, de draad door de naald. Hebben jullie dat ook altijd, dat je dat andersom zegt? Oké. Zo, dus deze kant hier, dit open. En dan die hierin. En dan die daar. En dan dichtvouwen. En echt zorg dat het dit goed hier in de hoek ligt. En dat je het gelijk trekt. Ja? En dan ga je hier dwars doorheen. Hier begin je. Hier zo allemaal dwars doorheen. Ga je dit zo aan elkaar naaien. Ik kan het nu nog niet doen. Want ik moet mijn Engelse video nog even opnemen. Maar ik ga je zo meteen laten zien hoe ik dat doe. Dan heb ik waarschijnlijk de eerste steek al vastzitten. Maar hier steek je dan gewoon doorheen. En dan op en neer. Ja? Nou, zoals ik net al vertelde, was ik al begonnen. Je gaat zo hier gewoon door al die lagen van je haarband heen. Maar zorg er echt voor dat die lagen goed op elkaar liggen. Zodat je ook echt al die lagen aan elkaar naait. Want doe je dat niet, dan gaat het niet helemaal goed. Kijken dat je al die lagen meepakt. Ook die laatste. Nou, en wat ik nou nog een keertje doe, ik ga nou ook nog een keertje terug. Zeker van de zijde dat het allemaal goed vast zit. En als ik dan hier aan het einde ben, dan zorg ik dat deze flap hier ook nog even goed hier tegenaan zit. En dan knip ik mijn draad af en dan naai ik hem even, of dan naai ik hem eerst even netjes weg. En dan naai ik ook even het andere draadje weg wat er nog hangt. En dan ben ik klaar en dan kom ik weer bij je terug en dan vertel ik je wat we dan gaan doen. Niet zoveel meer hoor. En dan heb je hem zo aan elkaar genaaid. Dan leg je hem zo neer. En dan is dit het gedeelte wat je aan elkaar genaaid hebt. Zo. En dan draai je hem weer om. En dan heb je dit. Hoe cool is dat? Ik vind dit zo'n mooie manier. Ik moet wel even zeggen, dit heb ik niet zo zelf bedacht. Wel met deze steek, dat dan weer wel. Maar ik heb het niet helemaal zo zelf bedacht. Ik heb dit op YouTube gezien. Ik weet niet meer precies waar. Maar ik heb dit bij meerdere YouTubers heb ik dit gezien. Dus vandaar dat ik ook geen link kan aangeven bij wie ik het origineel gezien heb. Maar... ja, dit is gewoon een bestaande techniek om dit op deze manier te doen. Dat wilde ik wel graag even gezegd hebben, want ik wil dan niet met die eer gaan strijken. Er is nog geen filmpje in het Nederlands, dus ik dacht, dat ga ik dan gewoon doen. Dus je kan dit eigenlijk met elke steek doen die je zelf mooi vindt. En zeg jij nou van, nou, ik vind het lastig om zelf een andere steek te bedenken om dit ook mee te doen. Vraag het gerust, geef het gerust even hier beneden onder in de video aan. Ik wil er best nog eentje maken met deze techniek, met deze manier van aan elkaar naaien. Zodat je er misschien wel meer kan maken. Superleuk. Even kijken hoeveel garen ik in totaal gebruikt heb. Mijn weegschaaltje. Ik haal het etiket er even van af. En ik heb nog over 50 gram. Dus ik heb met het aan elkaar naaien erbij gewoon 50 gram van dit garen gebruikt. Even kijken. 120 meter. En dat is een bulky nummer 5. Nummer 5 dikte. Dus ik heb gewoon 50 gram en 60 meter gebruikt voor de hele oorbarmer, haarband, hoe jij hem wil noemen. En deze ga ik zelf gebruiken. Ik vind hem super, super gaaf geworden. Het overgebleven garen uit de
uit het pak. Want in het pak zitten 4 bollen. In het overgebleven garen ga ik een bijpassende sjaal maken. Op dezelfde manier. En daar ga ik ook een filmpje van maken. Sommige mensen vinden het een oorwarmer wel leuk om te maken. En een ander niet. Dus ik ga gewoon een filmpje maken voor... met het resterende 3,5 bol. Waarschijnlijk ga ik die allemaal gebruiken. Weet ik ook nog niet zeker. Anyway, als het filmpje er al is, dan zal ik hem hier aan het eind van de tutorial zal ik hem nog even plaatsen. En anders ook hier beneden in de beschrijving. En eventueel bij het commentaar. Daar maak ik ook altijd een blokje. Wil jij hetzelfde garen gebruiken? Het is iShines. De link naar iShines zal ik ook hier beneden in de beschrijving van de video voor je neerzetten. En de link naar dit garen zal ik daar ook bij zetten. Dan kun je ook misschien dit prachtige garen gebruiken voor deze set. Ze hebben nog meerdere kleuren, dus je hoeft niet per se alleen voor deze kleur te kiezen. Maar er zijn echt meer kleuren verkrijgbaar. Indien het garen misschien over een tijdje, als je dit over 5, 6 jaar kijkt en niet meer verkrijgbaar is. Dan... geef het dan even aan en dan kan ik kijken of ik een alternatief kan vinden bij iShines. Ja, ik zou zeggen, geniet. Geniet van alles wat je doet. Vergeet niet om je duimpje omhoog te geven en je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dag! Voor deze tutorial ga ik gebruik maken. Hallo, focus. Focus. Voor deze tutorial ga ik gebruik maken van iShines. Hij moet beter focussen. Dus uitzoomen is beter. Voor deze tutorial ga ik gebruik maken van iShines Wool Bulky Glitz. Ik wou zeggen blitz. Nou, blitz is het wel, maar het is een glitz. Kijk, daar zit een glittertje in. Superleuk. Het is de kleur Grey Glitz, geloof ik. Even spiegelen. Lekker voorbereid, mijn neus. Nog een keer. Ik ben net echt een kwartier wakker. Erg, hè? Kun je het in mijn stem horen? Ik heb een hele zware stem. Voor deze tutorial ga ik gebruik maken van iShines Wool Bulky Glitz. En dit is de kleur. Weet je, misschien moet ik echt eerst even goede tijden, slechte tijden gaan kijken. Voordat ik dit ga doen. Ik denk gewoon echt dat ik een beetje een rauwe stem begin te krijgen. Oh, take 538. Maar ook niet te strak. En nu ben ik het wel kwijt. Kak. Wil ik niks meer zeggen hoor.